Hey, hallo. Zoals beloofd, deze video gaat over hoe dat je emoties kan gaan sturen. Hoe heb je invloed op de emoties? Zodanig en natuurlijk meer geluk voelt en meer geluk ervaart. Nu dat er meer zonlicht is en de dagen iets langer aan het worden zijn, dan ga je merken dat het eenvoudiger is om neerslachtige gedachten te controleren. Nu, de ene keer wat beter dan de andere keer. Alleen ze wegsturen en dan doen alsof ze daar niet meer zijn, zorgt dat je ze onbedoeld meer kracht geeft dan ze verdienen. Weet dat emoties de taal zijn van je ziel en ze laten je weten waar je ergens bent op je pad. Of wanneer je ver van je pad afgeweken bent. Voelt het goed, voel je vervulling en gelukkig dan voelt je jouw ziel en zit je goed. Zijn er meer gevoelens van ontgoocheling, verdriet, angst? Wel, dan weet je dat je eigenlijk van je zielspad afgeweken bent. Er zijn overtuigingen, blokkades die je tegenhouden of die je van je pad afgeduwd hebben, zodanig dat je niet langer in staat bent om je diepste geluk te ervaren. Nu, als kind absorberen we alles waar we aan blootgesteld worden. Op dat moment hebben we eigenlijk nog geen emotionele filter die ons helpt te onderscheiden wat dat goed voor ons is en wat dat niet. Dus we absorberen gewoon alles maar wat dat is. En daarom is een emotionele filter hebben goed. Het zorgt er immers voor dat je niet elke emotie van iemand anders zomaar gaat gaan overnemen. Alleen, het kan er ook voor zorgen dat je omgekeerd zelf dus te weinig aandacht besteedt aan je eigen emoties. Of ze wegwuift als hormonen of als onbelangrijk of wat dan ook. En daarom is healing belangrijk. Omdat je alle emoties die je doorheen de jaren hebt verzameld opnieuw door de filter gaat halen, de filter die je nu wel hebt, en je gaat gaan herbekijken, gaan vergelijken, evalueren en luistert naar de boodschappen die jouw emoties jou komt vertellen. Want het helpt je om jezelf beter te leren kennen. En het toont jou waar de weg vooruit ligt, waar dat je eigenlijk mag gaan. Om zo dichter bij jouw eigen kern en je droomleven te komen. Want tenslotte is iedereen het waard om zijn verlangens te manifesteren. En misschien denk je nu, ja, maar dit of maar dat. Of vraag je jou af hoe dat weer zal verbeteren, bijvoorbeeld met al de extra bevelingen en beperkingen nu nog in de wereld. Wel, weet je, ik heb me nog nooit beperkt gevoeld. Want ware vrijheid komt van binnenuit. Ik zou zeggen, probeer het en je zal versteld staan van de kracht dat dat geeft. Nu, angst is ook een emotie. Maar het zijn de overtuigingen die we ons eigen hebben gemaakt, die jou laten geloven dat je vastzit. Angst is eigenlijk nog meer een gedachte dan een emotie. En nog meer dan gedachten bepalen je emoties de vibratie die jij hebt. Wat dus bepaalt hoe gelukkig dat jij je voelt? Want je kan niet op de frequentie van geluk trillen en ondertussen jou angstig voelen. Het is gewoon niet mogelijk uit bekijkt op vlak van kwantumfysica of kwantumtechnisch gezien. Of hoe moet ik het ook gaan uitleggen? Waarom niet? Omdat het telkens gaat om verschillende vibraties. En dus is het belangrijk om te gaan kijken van welke gedachten zijn er die emoties vooraf gegaan. Nu, lukt het niet om die gedachten te erkennen, dan kan je het omgekeerde principe toepassen. Om dus via jouw gedachten dan, jouw emoties en dus je vibratie omhoog te brengen. Bijvoorbeeld kan je beginnen met het zachtjes wiegen van jezelf. Of je te omhelzen en je knuffel te geven. Terwijl dat je zegt, ik ben gekoesterd. Ik ben veilig en het is goed. En naarmate je voelt dat de emoties zachter worden, dan kan je die wiegende beweging ook groter gaan maken en de flow van je lichaam komen. En het is vooral belangrijk dat je het laat ontstaan vanuit je heupen. Maak het zo groot, zo snel of zo traag dat je wilt. Zorg alleen dat het goed voelt voor jou. En vertel jezelf ondertussen dat je er altijd voor jou bent. Je bent nooit alleen. We gaan nog een stapje verder hierin. Voel je bijvoorbeeld ontgoocheling? Zeg dan het volgende. Ook al voel ik me nog ontgoocheld, ik aanvaard dat ik ook overweldigd was door alles wat er is gebeurd. Mijn ongeduld zorgde ervoor dat ik me gefrustreerd voelde. Elke negatieve gedachte, elk negatief gevoel
of gevoel van verveling, laat me beter zien waar ik heen mag gaan, zodanig dat ik me tevreden en positiever zal voelen. Ik ben optimistisch over mijn leven en over de kansen die op mijn pad komen. Ik ben positief over mijn toekomst. Ik geloof en weet dat enthousiasme me nog meer blijdschap, geluk en vrijheid zal brengen. Ik ben geluk en plezier in de materie. Ik ben liefde en aanvaarding van alles wat is. Ik waardeer mezelf en versterk mezelf in dit innerlijke weten. Ik ben en dat is. Even diep ademhalen. En laat los. Voel je het verschil in vibratie? Bij de eerste woorden en de eerste gedachten? Waarbij je ontgoocheld was, angstig was, depressief, furieus, gefrustreerd. En de laatste gedachten waarbij dat je jezelf erkent als liefde, als geluk, als plezier. Je kan dit uiteindelijk met elke emotie en elke gedachte doen. Maar let op, het is belangrijk dat je het niet gebruikt in de zin van dat je elke negatieve laag aan de emotie gewoon wegduwt. Weg naar beneden in de schaduw van je diepste zelf. Nee. De bedoeling is net dat je de emoties aankijkt. Dat je er bewustzijn over krijgt, dat je er bewust over bent. En eenmaal dat dat gebeurd is, dat je weet wat de emotie wilt vertellen, dan helpt deze oefening via jouw gedachten te herstructureren, via jouw nieuw verhaal te vertellen, dan helpt deze oefening jou om nog sneller uit die laagtrillende vibratie te komen. Dus niet omgekeerd. En misschien weet je het niet, maar elke vibratie is ook verbonden met zijn eigen kleur. En die verschillende kleuren, dat kan je soms ook in de lucht zien, dat zijn de universele vlammen. En ze werken helend en zijn voor iedereen vrij beschikbaar. Ik schreef er ook over in mijn boek 96 Vlammen. Manifesteer liefde in je leven via je eigen ascensie. Dit boek komt op 26 maart dit jaar uit. En het leuke is dat ik vanaf 8 april start met een groepstraject die daar ook aan gekoppeld is. Aan de informatie in het boek. We gaan all the way in het traject. Ik ben nu bezig met nieuwe transities te channelen, te schrijven. Ook met de content van het groepstraject. Die dan natuurlijk exclusief beschikbaar zal zijn voor de deelnemers van dat traject. Maar dus in die transities maken we ook gebruik van die kleuren. Maken we ook gebruik van die vlammen. Omdat die elk een eigen vibratie in zich dragen. Die dragen elk een eigen gedachte in zich. Een eigen eigenschap. Die ervoor zorgt dat wij onszelf nog meer en meer en meer en meer en meer kunnen gaan healen. Nu ben ik nog bezig met het uitwerken van het traject natuurlijk. En ook ondertussen aan het genieten van de zonnestraal die af en toe naar boven of tevoorschijn komen. Maar ik zou zeggen, hou zeker de pagina in het oog voor meer informatie over hoe dat je zal kunnen inschrijven en zo verder. En ben je net zoals mij eigenlijk een niet zo fantastisch in het hebben van geduld. En kan je niet wachten om je vraag te stellen? Alle begrip daarvoor, want ik ben zelf ook wel zo nogal geduldig. Zeker als ik het helemaal voel, dan wil ik er volledig voor gaan en dan wil ik voor gaan. Wel, mocht je ook nu met een brandende vraag zitten die ik weet wat, ga dan naar de contactpagina van de website en stuur me je vraag op. En dan ga ik je snel zien in de mail of via sessie of wat het ook dan is waarin we elkaar verder op weg kunnen helpen. En zoals altijd moet ik het eigenlijk nog herhalen, maar misschien wel voor de nieuwe volgers en de nieuwe abonnees, waarvoor een hele hartelijke dankjewel om mee te volgen. Het helpt namelijk om dit kanaal te laten groeien en meer bewustzijn te verspreiden over de ganse wereld. Dus mocht je iemand kennen die ook baat heeft bij het zien van deze video's, deel ze dan, like ze, geef een comment, maakt niet uit, volg je gevoel, volg je intuïtie daarin. Maar weet ook dat ik ook met mensen samenwerk om aan hun bewustwording en hun healing te werken. Dus op welke manier dat allemaal kan, er zijn ondertussen al heel veel zaken ontstaan en je creëert. Dus ook dat kun je terugvinden in de box hieronder.
En kan je kijken en voelen wat dat er voor jou nu op dit moment van toepassing is. Dat was het voor nu, deze video. Probeer zeker de oefening eens als je je wat down voelt. Dus niet alleen met ontgoocheling, dus met heel veel lachtrillende emoties kan je het gaan gebruiken. Je moet misschien hier en daar iets aanpassen. Maar ook daarin vertrouw ik dat je weet wat dat jij nu nodig hebt en dat jouw intuïtie sterk en krachtig genoeg is. Zo niet, laat mij het jou leren hoe dat wel kan. En dan zien we elkaar terug in de volgende video. En oneindig veel liefde voor jou. Tot in de volgende.